Goedemorgen, mijn naam is Klaas Zwaan. Ik sta nummer 2 op de lijst voor deze 65 hele landen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is zaterdagochtend, 27 oktober, uurtje of 11, koud. Vandaar ook mijn enigszins rode neus, zie ik nu in mijn scherm. Achter mij ziet u Christa Hendricks, onze lijsttrekker, die druk aan het plastic rapen is. Er ligt hier nogal wat, hier onder de Lekbrug. Niet de laatste plaats, omdat hier af en toe festivals worden gehouden. Dus de ruimte hier ligt eigenlijk bezaaid met wegwerpen plastic. We zijn hier vooral om te laten zien dat er iets gedaan moet worden aan het zwerfvuil. Het is een enorme ergernis natuurlijk voor u en mij. Dat weet iedereen. En het is ook heel fijn te constateren dat er meer en meer mensen tegen in het geweer komen, zoals vandaag. Want we zijn hier eigenlijk ook op invitatie van een groep betrokken inwoners die af en toe hier bijeenkomt om plastic te rapen. En dat is natuurlijk heel erg fijn. En we willen heel graag als lokale dat de lokale politiek dergelijke burgerinitiatieven omarmt en daarmee ook meer bewustzijn creëert, denk ik, hè, voor het enorme zwerfvuilprobleem waar we af en toe tegenaan lopen. En dat kan ook op andere manieren. En een lokale politiek kan daar ook een hele belangrijke rol in spelen, denken wij. Hè, door gewoon bewustwording, door te beslissen over waar de afvalbakken komen te staan, door controle, misschien soms ook door boetes uit te delen. Vooral door het omarmen van de initiatieven van de betrokken inwoners die hier tegen in het gebied komen. Daar zijn wij voor. Dat doen we ook graag mee. Het is bovendien nog hartstikke gezond. Zo kom je nog eens buiten naar je beweging toe. Dus wij rapen nog eventjes door. Tot gauw. Oh ja, stem D66, 5 in de landen, 21 november.